één ster heeft geen eigenlijk uitstraling waarde meer. Want je kunt denk ik beter een Bib Gourmand hebben dan een Michelinster. Want als je een Michelinster hebt, wordt er geassocieerd dat je dus duur bent. Een Bib Gourmand niet. En dan heb je ook een onderscheiding. Maar dan heb je dus een laagdrempeliger gebeuren. Je gaat je pas onderscheiden als je twee sterren hebt. Maar ja, om er twee te hebben moet je het eerst één hebben. Dus die stap moet je genomen hebben. En dat kost een aantal jaren investering. Maar het blijft een mogelijkheid.